De kogel is door de kerk. Het Zwijlandbad aan de Kagerstraat in Leiden wordt omgebouwd tot een technasium. Door de groei van het aantal technasiasten heeft het Da Vinci College Kagerstraat besloten om het Zwijlandbad, dat al sinds 1979 droog ligt, om te toveren tot tweede technasiumwerkplaats. Conrector Dorien Schilperoort doet haar verhaal. Ja, dit was het Zwijlandbad, dat in 1963 gebouwd is en een tijd in gebruik is geweest als zwembad. En daarna is dichtgegooid, afgedekt. En wij hebben een jaar of zes geleden onze technasiumwerkplaats 1.0 gerealiseerd. Dat is hierboven. En altijd stiekem een wens gehad om nog eens de zwembadruimte erbij te gaan gebruiken. En dat gaan we nu daadwerkelijk doen. Dus we hebben hem, zijn hem aan het leeg geslopen om hem straks te gaan verbouwen tot technasiumwerkplaats. Het Da Vinci College beschikt al over een technasium, maar door het groeiende aantal leerlingen is de extra ruimte zeer welkom. Nou, de school is echt groeiende en dat is voor een deel echt ook duidelijk aantoonbaar door technasium. Dus we hebben nu bijna 1200 leerlingen, daar gaat volgend jaar waarschijnlijk overheen. Dus we hebben gewoon ruimte tekort in onze technasiumwerkplaats. En het is echt heel welkome aanvulling om hier nog weer meer van onze enthousiaste leerlingen aan de slag te kunnen laten gaan. De voorbereidingen zijn in volle gang. Volgens facilitair stafmedewerker Evelien Ruiter is het de bedoeling dat het nieuwe technasium volgend schooljaar meteen in gebruik kan worden genomen. Deze zomervakantie moet het klaar zijn. De houten stellingen die je hier nu ziet, dat is eigenlijk nog van de sloop. Er lag een vloer hier over het hele zwembad heen. Die hebben we eruit gesloopt. Om te kijken wat de kwaliteit is van alles wat er onder vandaan komt. Dat zijn we nu aan het inventariseren en beginnen over ongeveer een maand, hoop ik, weer met opbouwen van de ruimte. Het schoolbestuur heeft een duidelijk beeld voor ogen van de nieuwe faciliteiten. Het wordt echt een aanvulling op het technasium 1.0. Waar je boven in technasium 1.0 heb je de machinekamer, de soldeerbouten, de grote machines. Hier beneden wordt echt een denktank. De kinderen kunnen in groepjes gaan samenwerken, bij elkaar overleggen, projecten voorbereiden. Dat meer.